En zo blijven achter elkaar aanhollen. Minder grote lappen vlees en meer groenten. Zou het opvallen en uitmaken bij 3 vestigingen van Van der Valk? Hebben ze gewoon uitgeprobeerd. Nou, Ilan, wat is de handelsreiziger opgevallen? Niets. Nee, ze hebben het niet gemerkt. Mooi, hè? Ja. Maar betekent dat dat ze dit nu ook gaan invoeren bij Van der Valk? Ja, zeker. Eerst even over die proef zelf. Ja? Wat ze gedaan hebben is dat ze de porties groente hebben vergroot. 150 gram groente in plaats van de 75 die je krijgt. En dus een kleiner stukje vlees. En wat blijkt, niemand heeft het gemerkt. Iedereen zat even vol en kon de maaltijd even goed waarderen. Van der Valk die vaart er ook wel bij. Want die hoeft 30% minder vlees weg te gooien. Kijk, minder verspilling. Dus... We gaan door met dit plan. In ieder geval in Vught, waar ze dus die proef hebben uitgevoerd. Daar gaan ze ermee door. Ze waren eerst een beetje huiverig. Maar goed, nu ze de resultaten hebben gezien, zijn ze om. Nog wel één pikant detail. De appelmoes met de kers. Ja, die is ook weg. Die krijg je niet meer standaard op tafel. Maar als je erom vraagt, dan komt die onbeperkt en gratis. Ja, je moet wat hebben.